Nog even over die keeper, Erik. Die Wayne Shaw van Southern United. Ja. Die er pas tijdje al tijdens die wedstrijd tegen Arsenal. Omdat er op gebed was. Ik zat te denken, zou dat niet iets zijn om vaker te doen? Vaker doen? Nou, gewoon dat wij gewoon veel geld kunnen verdienen als we aan sporters vragen of tijdens een wedstrijd of na een doelpunt hun tanden zetten in een broodje kroket. Ja. Een kaas of leven mij apart. Ik vind het geen slecht idee. We kunnen makkelijk geld verdienen. Eigenlijk nu ik erover nadenk, het is jammer dat ik er niet op zou kunnen weten dat jij tijdens een uitzending waar jij in zit even een paar blikken shoulderbrood hebt. Ja, precies. Ja, dat kan altijd nog. Ik zeg dikke prima. Kom maar op met die centen. En de afspraak is dus, eet iets tijdens een wedstrijd of na een doelpunt. En vanochtend heeft even rondgebeld. Wie doet er mee? Met Sjaak Zwart. Hey, Sjaak, je spreekt met Erik Dijkstra en Frank Evenblij van Radiobureau Sport. Hallo. In mei speel jij als goed is weer met Lucky Ajax, toch? In mei, ja. We hebben een vraag, hè. Mocht er nou een doelpunt gescoord worden door Ajax, zouden wij dan kunnen afspreken dat op het moment dat er gescoord is, dat jij naar de duck-out loopt en een hap neemt van een roze koek? Van een roze koek? Ja. 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 Is goed. En in plaats van heel de hele tijd het geluk aan die bidons, dat je dan even naar de kant loopt en even een hap neemt van een broodje benen. Ja, vind ik ook. Dat drinken, dat moet eens aflopen. Ik heb nooit gedronken. En Wout Brama. Wout, stel je voor, hè, als jij zaterdag in de wedstrijd tegen Groningen, als jij scoort, hè, zou je dan bereid zijn om even naar de dugout te lopen om even een hap te nemen van een broodje warme beenham? Tijdens de wedstrijd? Ja, na een doelpunt. Dat kan ik wel beloven, want ik scoor toch nooit. Is het dan wel een broodje BNM die uit het Twente stadion komt? Want... Uiteraard, ja, natuurlijk, ja, de allerbeste. Ja. Oké, okay, dankjewel. Met Jeffrey Hoogland. Jeffrey, zou jij bereid zijn om tijdens de wedstrijd, als je voor ligt of zo, om even te stoppen om een stukje Chateaubriand te eten? Tijdens mijn wedstrijd? Ja, we willen graag een weddenschap afsluiten. Dat jij in de eerstvolgende wedstrijd even stopt om een hap Chateaubriand te eten. Weet je wel, met zo'n pan met vuur. Oké. Dat lijkt me niet zo handig, hè? Het is niet handig, maar het levert een hoop geld op. Oké. Dus het betekent dat jij niet meedoet? Nee. Maar Jeffrey, je kunt een boel geld verdienen. Ja, nee, maar toch. Als spotter ga je voor de overwinning en niet voor het geld, denk ik. Elis Lichley, gouden medaillewinnares op de Keirin op de Olympische Spelen in Rio. Zou jij bereid zijn om tijdens jouw volgende Keirin-wedstrijd, als je een beetje op kop ligt, om even onderweg te stoppen om even een stukje van een lekkere pittige chorizo-worst te eten? Nou, ik hou niet zo van pittig eten. Nee, maar het gaat ook natuurlijk niet om of het lekker smaakt. Maar zou je er bereid zijn om het te doen? Nou, ik ga liever eerst tot de finish en dan stop ik pas. Maar als je dat tijdens de wedstrijd, hè, je ligt vaak voorop, dat je dan heel even stopt voor een lekkere hap van een roze koek. Ja, of een port salu mag ook. Nou, als het echt heel iets lekkers is, dan wil ik best stoppen. Ja, zou je er mee willen doen? Maar wij gaan hier veel geld op inzetten. Hè? En dit zijn weddenschappen, daar gaat een boel geld in om. Oh, echt? Ja, ja. Zeggen we, ja, Elis die doet mee. Maar let maar op, tijdens de wedstrijd stopt zij voor een hap port salu. Ja, doe ik. Ja. Dan zetten we jou erop. En dan houden we het in de gaten voor de eerste wedstrijd. Tot snel. Ja, tot ziens. Doei.